Dus je mag nog helemaal niet naar huis. Kijk, dan weten we gelijk weer de basis. Geen nou ijzerhouwerlijn. Weet je die uit je hoofd? Nee, ik moet echt alles opzoeken. Ik ben zo slecht, maar ja, ik heb nog wel goed. Ja, ik wou zeggen, op een gegeven moment moet je wel taxi kunnen rijden natuurlijk. Ja. Pas goed. Nou, goeie rit. Hoi. Door wat ga je duimen snel. Ja, dus even de administratie weten. Ja, ja, dat is allemaal via je telefoon. Nou, ik geef het door aan Blanche. En Blanche die voert het dan weer in daar zo. Dus dat. Ja, dat Blanche is van de administratie, van de boekhouding. Oh ja. En ik geef het vanaf hier door naar haar. Dus. Oké, dat is. Ja, dat gaat in één. We hebben allemaal onze eigen taak, dat is echt wel super. Maar ik zat ook net te denken, hè, want jullie hebben ook, behalve thuisbezorgd, doen jullie ook het Zeeuwse platform. En dan kan je ook nog jullie bellen, maar dat zijn eigenlijk wel verschillende lijnen, of maakt dat voor jullie niet zo gek van uit? Dat maakt voor ons wel uit, want we moeten natuurlijk afdragen. En thuisbezorgd vraagt echt wel een groot percentage. Ja. En eerlijk bezorgen vragen een kleiner percentage. En dat is een bovenste initiatief, dus die willen we sowieso veel meer steunen. En dat is ook de reden dat we alleen hun op ons poster hebben gezet. Maar mensen kunnen ook via thuisbezorgd bij ons bestellen. Ja, wat is jouw grote rol in? Want je geeft niet de administratie door, maar je bezorgt. Maar jij was, zeg maar, voor het coronatijdperk was jij toch ook heel veel aanwezig, hè? Ja. Maar jij hebt ook je eigen bedrijf nog steeds, of ja, niet? Ja, ik doe nog steeds. Dus ik doe een beetje van alles en nog wat. En vooral hier een beetje een manetje van alles. We hebben natuurlijk maar een klein team. Dus als er iemand vrij moet, dan spring ik bij eigenlijk. Behalve voor het koken, want dat kan ik niet. Maar als het gaat om voorkant of het bezorgen, dan kom ik hier staan. En een beetje het team begeleiden. Dus eigenlijk op de werkvloer ben ik degene van ons vier die het meest aanwezig is. Jullie hebben ook nog een gezin. Is dat, ja. Hebben jullie dat ook gelijk verdeeld? Of, Ja. En we hebben een hele lieve oma. Dus ja. Oma Els zegt, nee, dat gaat hartstikke goed. En de jongens zijn het ook gewend. En voor corona kwamen ze ook wel eens mee naar hier. Vinden ze hartstikke leuk. Ik had de indruk dat ik laatst een van je zonen ook op internet zag met een soort band. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Dat was toch je zoon. Dat is hun coronaprojectje is de band. Dus ze zijn nu hele dagen aan het oefenen. En de Remo Band met de buurmeisjes. Hallo. Kwart voor 6. Ik zeg 20 minuten ongeveer. Wie baas dat zo? Ja, bon. Oh, niet de pinko. Pinko, vertel eens. Want begin dit jaar hadden we nog contact, was het toch het vliegend het verhaal. Nu werken jullie al bij Hart en Ziel. Ja, klopt. Dat vind ik super interessant. Mooie nieuwe uitdagingen gevonden. Ja, zeker. Ja, en hoe is dat gegaan dan? We hadden toen contact en inderdaad, dan ben je weer op de markt. Nou ja, jullie zijn allebei ervaren krachten. Ja. Maar hoe ben je bij Hart en Ziel beland dan? Nou ja, zo via kom je er eigenlijk wel met wat mensen in contact. Horen natuurlijk zien dat je... Dat je zelf geen werk meer hebt en je ziet ook in andere zaken dat ze mensen zoeken. Ja, en jij was natuurlijk ook altijd de grote wijnspecialist. Jij weet daar heel veel van. Maar dat is nu natuurlijk ook een beetje anders hier. Ja, dat wordt nu inderdaad wel eventjes wat lastiger. Maar de ontwikkelingen zijn er wel. We zijn wel volop bezig met kijken wat we straks als alles normaal weer open mag kunnen gaan doen. Dan kunnen we wel rekenen op een bijzondere wijn ook hier. Je mag wel rekenen dat er weer wat leuks gaat gebeuren, ja. Nou. Ik ben daar kijk, maar jij? Ik heb alles klaarstaan. Oh, maar jij bent beter voor het Jacobscafé. Niet kopend. Dan wist je asperges vet. En die zou ik thuis nog even in de koelkast zetten. En de toetjes ook. Alsjeblieft. Dat is een collega afrekening. Ja, dat is eigenlijk. Edwin en Wilco, jullie moeten natuurlijk een beetje uit elkaar staan, dus ik moet een beetje bochten wringen. Ja, maar we hebben twee topkoks bij elkaar, hè? En dan ben ik toch heel benieuwd hoe dat voor jullie is, hè? Want jullie zijn allebei zeer ervaren koks. En jij zat dus ook bij het Vliegend Hert. Hoe lang heb je daar gewerkt? Vanaf het begin, dus dat is bijna 3 jaar. Ja. Ja. Ja, en jij hebt sowieso natuurlijk, want hoe lang zit je al in het vak? Ja, goed, ik ben op mijn 14e begonnen, dus ik word 49 dit jaar. Ja, dat is gewoon je hele leven eigenlijk al. Ja, dus ik ben eigenlijk begonnen zoals iedere
begon vroeger zeg maar als afwasstertje. Ja. Langzaam doorgegroeid is. Ja, en kenden jullie elkaar al op voorhand? Of, Nee. Nee? Nee. Ik denk altijd, dat alle koks elkaar maar kennen, maar zo is het dus gewoon niet. Ja, het is natuurlijk een klein wereldje, maar dan nog. Je kan natuurlijk niet iedereen kennen. Ja. Maar we hebben wel dik met elkaar. Ja, ja. Ja. Ja, maar hoe is het? Hè? Want kijk, Hart en Ziel is natuurlijk, jij staat hier in deze periode, hè, de coronatijd, sta jij hier ook vaak op zondag. Ja, ik ben iedere zondagavond ben hier. En iedere zondag zijn wij met z'n tweeën nu gaan we met z'n tweeën een beetje jammen. Doen we ook een leuk minuutje. Hè? Dat is een minuutje voor 32,50. En dat is dan een drie gangen minuutje. En volgende week voor moederdag ook iets leuks. En staan we met z'n tweeën. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, maar dat ben ik ook benieuwd. Want jij bent natuurlijk toch normaal gesproken de geest achter alle gerechten en toch? Jawel. Maar hoe gaat dat nu in zijn werk? Want ik stel me zo voor dat jij niet alleen maar klakkeloos kookt wat hij opdraagt. Zo werkt nee, dat denk ik nu. Nou, het is voor mij natuurlijk wel een andere tak van sport. Sowieso street food en zo. Dus niet echt wat ik iets gedaan heb. En dus dat is wel spannend in het begin. Maar we hebben nu een aantal gesprekken gevoerd en dan zie je toch eigenlijk wel dat je daar makkelijk uitkomt. Dus ja, het is echt samen. Echt. En toen is het met jou, want jij hebt natuurlijk ook nog je zaak aan de overkant, de noordere kant. Ja. Wat is voor jou nou eigenlijk de overkant, hier of daar? Nee, dit is de verkeerde kant. Ja, 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 ik zit aan de goede kant, hoor. Ja, je bent toch echt een overkant daar, ja, dat is gek altijd, hè. Ja. Maar hoe is het daarmee? Ga je daar ook nog door? En je bent ook een beetje op televisie aan het koken. Ja, en, we zijn met filmpjes bezig, we zijn van alles bezig. De kromwaterhang is helemaal opgekrapt. We hebben alles geschilderd en gedaan, dus ja, dat is ook wel lekker. Ja. Dus daar heb je normaal geen tijd voor. Ja, we komen straks met een heel nieuw concept. Oh ja. We gaan straks, we hebben de kromwater ingedeeld in een tiental private rooms als het ware. Oh ja. En we willen de mensen in één minuut gaan serveren. Wat we dan voor iedereen serveren zullen zijn. Een soort kooktheater van maken. Met allemaal live cooking en dat soort dingen allemaal. Dus als we daar met z'n vieren dan zouden komen eten, dan zit je echt in je eigen kamertje? In je eigen kamertje. We hebben glazen platen laten maken, of wieltjes die we gewoon kunnen verrijden. Oké. Okay. En we hebben tafeltjes per koppel of per dingen. Met schuifjes erin, waar bestek, en een glazen en de bord. We hebben van, dat is bij de Chinees van die draaidingen op tafel gemaakt. Oh ja. Weet je wel? Dus je zet een glaasje wijn erop en dan draait het zo naar jullie toe. En dat soort dingen allemaal. Dus we zijn van alles aan het veranderen nu. En door een soort cocktailtheater. Dus, dus we verwachten de mensen allemaal met je dezelfde tijd. En dan gaan we lekker koken. En dan gaan we gewoon met zo'n grote tarbot en die kleikorst. En we gaan gewoon live koken. Ja, even de bas. Ik wou mag ik nog gelijk door deze bestand? Hey Giri, hoi. Ken je de stad al een beetje uit je hoofd? Ja, in het begin was het wel lastig. Vaak met een telefoontje erbij, maar nu gaat het steeds beter. Dat lukt wel. Dus het zijn ook veel dezelfde bezorgadressen. Dus, ja, veel vaste klanten. Ja, veel vaste klanten nu.